Hallo medegamergeeks, wat leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Jim en ik wil het met je hebben over The Last of Us Part 2. Sorry, aflevering 2. Op HBO, vorige week was de première van de televisieserie, gebaseerd op een van de beste videogames aller tijden, als je het aan mij vraagt. Nu is aflevering 2 er, dus tijd voor een nieuwe video. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst even de elephant in the room bespreken. En dat is dat er nog geen nieuwe aflevering is geweest van de Gamer Geeks podcast. Sorry daarvoor. De afgelopen week is mijn keel nogal aan het kriebelen. En dat is eigenlijk gedurende de week is dat alleen maar erger geworden. Radioshows maken en nog bij een andere podcast zitten en streamen. Dat doe ik al veel. Alleen, ja, weet je, op een radio draai je ook muziek en hoef je niet continu te praten. Bij de podcast waar ik van de week zat, zitten 8 anderen. Dus hoef ik ook niet continu te praten. Bij een stream, ik stream nu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dus hou vooral de Twitch en de YouTubes en de Discord van GamerGeeks in de gaten voor die leuke dingen. Ik ben Breath of the Wild weer aan het herontdekken eigenlijk. Ja, daar kan je soms de game voor zichzelf laten spreken. Maar bij de GamerGeeks podcast is het zo dat ik wel echt gewoon een uur lang achter elkaar wil kunnen praten. Want er is heel veel gebeurd. Ubisoft afrelen, Microsoft ontslaat mensen en 343, wat is er allemaal aan de hand? En Google Stadia is er niet meer, wat? Er is gewoon ontzettend veel gebeurd. Ik wil dat mijn stem op volle kracht is om dat met plezier te kunnen maken. En nu zou ik dat niet hebben. Ik merk het nu ook alweer, het begint nu alweer te kriebelen terwijl deze video net pas begonnen is. En ik ben nu ook afhankelijk van deze krengen, no spawn. Dus ja, niet handig allemaal. Dus sorry daarvoor. Excuses voor de vertraging wat betreft de podcast. Maar goed, deze video is er dan wel. Tweede punt. Spoilers. Was de vorige keer ook al zo in de bespreking van aflevering 1. Maar ik zeg bij deze nog een keertje. Spoilers voor The Last of Us serie, aflevering 1 en 2. En spoilers voor The Last of Us game. Want ik moet het vergelijken. Ik heb de game iets van 3-4 keer uitgespeeld. Ben dol op de game. Dus spoilers daarvoor. De afgelopen week heb ik best wel vaak de vraag gekregen van Jim, wat zou jij doen? Zou jij iemand aanraden om nu eerst de serie te kijken? Of om eerst de game te spelen? En dat is een interessante vraag, want ik ben iemand die zo zegt van ja, hallo, de game is er al. En voordat de serie uitkwam heb ik vaak genoeg gezegd waarom bestaat deze serie? Want het is eigenlijk een beetje overbodig. He, want de game is er al. Alleen ja, sommige mensen vinden gaming soms een te intensief iets om zo'n verhaal mee te maken. En dat snap ik. En ik denk dat deze serie dat ook goed neerzet, zeg maar. Dus je zou denken dat ik zou zeggen, speel de game en fuck de serie. Nee. Eigenlijk, als je de game nog niet hebt gespeeld en je hebt al een PlayStation staan, maar je doet er niet superveel mee, je bent niet een gamergeek zoals ik. Ik zou eigenlijk op dit moment zeggen, joh, kijk de serie af. Dus dat duurt nog wel even, want er zijn nog iets van 7 afleveringen te gaan. Maar kijk eerst de serie af en ga daarna de game spelen. Want ik denk dat de verschillen er wel dusdanig zijn dat het tof is om beide versies te zien. Of je doet het andersom natuurlijk. Je kan nu de game spelen en dan daarna de serie kijken. Maar nu is de serie gaande. Dus nogmaals, als je niet zo'n hardcore gamer bent, dan is denk ik nu eerst de serie kijken ook wel aan te raden. Want de game heeft genoeg toffe verschillen. En het grootste verschil natuurlijk is dat er gameplay zit. Dus ja, maar er zijn ook andere verschillen aanwezig. En daar wil ik het nu ook over hebben. De tweede aflevering heette Infected. En is geregisseerd door Neil Druckmann. De schrijver en regisseur van The Last of Us Part 2. En co-director en co-writer. Schrijver, regisseur. Van de eerste Last of Us game. Ik had gelezen dat er nogal wat controverse over was. Omdat alleen Neil Druckmann in de credits van de HBO-serie staat. En niet de co-director die ook gewoon aan de eerste game heeft gewerkt. Beetje scummy ding. Maar ik weet niet of hij nog bij Naughty Dog werkt. Maar alsnog, zijn naam zou er dan bij moeten staan wat mij betreft. De tweede aflevering ging eigenlijk zoals ik had verwacht. Ik had verwacht dat de aflevering zou eindigen met spoilers nogmaals. Als je niet hebt gezien, ook geen lessen was heb gespeeld, ga nu weg. Ja? Oké, top. Ik had verwacht dat deze tweede aflevering zou eindigen met de dood van Tess, die gebeten is in een van de zombie-confrontaties, infected-confrontaties. In de serie hebben we er maar eentje gehad, en dat is het gevecht in het museum. Wat best wel een
iconisch stuk is in de game. En hier op een hele toffe manier is neergezet. Ik vond wederom de settings en hoe het er allemaal uitzag echt geweldig. Het is de game, maar dan live action. Natuurlijk is niet alles echt. Sterker nog, ik denk dat de hele stad een en al CG is. En dat maakt niet uit, als het er maar goed uitziet. Nou, ik vond het er echt tof uitzien. Ik dacht echt van, oh ja, dit geeft wel echt weer dat gevoel terug in die game. En het is heel... The Last of Us was best wel uniek in dat opzicht. Omdat je daar echt zag hoe de natuur de wereld weer terug overneemt. Als er 20 jaar overheen is gegaan. Na een apocalypse zoals... Een zombie-achtige apocalypse zoals die in The Last of Us. Dus dat vond ik heel erg tof. Ik vond wel het gevoel van schaal was wat minder. Er waren wel een paar shots dat je overduidelijk zag... Oké, dit is huge en Joel, Ellie en Tess zijn maar hè, zo'n klein stipje in... wat er op dat moment in die stad allemaal is. Niet qua levende wezens, maar wel qua omvang. Maar er zijn wel een paar shots dat ik dacht... Oh, daar had je die schaal misschien nog net wat beter kunnen laten poppen. Zoals wanneer ze voorbij die twee wolkenkrabbers zijn die tegen elkaar aan zijn gegaan. Daar hadden ze misschien wat meer mee kunnen doen. Sterker nog, het hele gevecht in een half ingestorte wolkenkrabber zit niet in deze serie. Waar ze ook tegen Infected vechten. Ik snap het wel, want in zo'n aflevering als dit wil je eigenlijk zo'n confrontatie 1 keer doen. En niet 2 keer in 1 aflevering. Dus wat dat betreft snap ik dat ze de wolkenkrabber sequentie eruit hebben gehaald. En het museumstuk hebben gedaan. Maar ja, alsnog. Dat was wel een dingetje wat me opviel dat niet in de serie zat. Maar niet per se slecht. En sterker nog, ik vond het wel heel tof hoe ze wederom de lore weer wat meer hebben uitgebreid. Zoals de aflevering ook begon. De eerste mensen met de schimmel werden ontdekt. En dat was in Indonesië. En het was echt fantastisch hoe cru dat werd neergezet. Hoe deze professor die bij een universiteit werkt... Eigenlijk ook vrijwel meteen tot de conclusie komt dat de wereld fucked is. En gewoon zegt, joh, bombardeer de stad maar. Want je hebt aan mij gevraagd, is er een vaccin, is er een medicijn? Nee. Ik vind dat dit wederom wel weer het punt minder sterk maakt aan het eind van de game. Omdat wij nu... Dit is nou al de tweede aflevering dat wij als kijker heel duidelijk... Dat er heel duidelijk tegen ons wordt gezegd, er is geen medicijn, er is geen vaccin. En daarbij is de hele rol van Ellie, wordt daarbij minder tof gemaakt, vind ik. En, weet je, het is, nogmaals, misschien dat ze richting het eind van het seizoen wel komen met, we hebben toch een oplossing gevonden, en hebben we Ellie voor nodig. En dat daardoor dat hele dilemma tevoorschijn komt. Maar ik vond het, ik weet niet, dat ze daar nu continu op blijven hameren, maakt het dilemma aan het einde minder sterk, nogmaals. Maar, terug naar de complimenten, want ik vond hoe zij dat dan hadden neergezet, dat die vrouw daar op die bank zit en dan vervolgens tegen zo'n army guy zegt, zo van, ja, luister, bombardeer de stad nou maar gewoon. En kan ik alsjeblieft naar huis worden gereden, want ik wil bij mijn familie zijn als het gebeurt. Gewoon, what the fuck, hè? Is echt gruwelijk in de... Tofste zin van het woord. Dus dat vond ik heel erg tof. Wederom, Bella Ramsey en Pedro Pascal. Fantastisch als Joel en Ellie. Hier zagen we meer van Ellie dan in de vorige aflevering. Meer van haar persoonlijkheid. Wat meer banter tussen haar, Tess en Joel. Wat heel erg tof is. Ik denk ook echt dat dit het... Ja, die verhouding is de kern van The Last of Us. Joel en Ellie. En je ziet dat hier... Zich ontwikkelen al heel langzaam met hele kleine baby steps van Joel is heel erg zo van... Fuck dit. Waarom doen we dit überhaupt? Ik geloof nergens wat van. Laten we godsam gewoon teruggaan. En Tess is nu juist degene die heel erg zoiets heeft van... Nee Joel, we moeten dit doen. Dit is onze enige kans. Want, nou ja, kijk naar Ellie. Ze is infected, maar er gebeurt niks. Of nou, ze is gebeten, maar er gebeurt niks. Dus heel erg krachtig. De manier hoe Tess aan haar einde komt is wel echt veranderd ten opzichte van de game. Sterker nog, ik kan me niet herinneren, maar misschien is dit omdat het gewoon niet in mijn brein is blijven hangen. Maar ik kan me niet herinneren dat er in The Last of Us iets is als een soort ader, een soort schimmelader
dat als je daartegen aantrapt, dat er dan ineens 50 beschimmelde, infected zombies op je afkomen. Het is niet iets wat ik me herinner. Volgens mij, in de game is het zo dat alle zombies / infected op zichzelf fungeren. En dat ze gewoon overgenomen worden door de parasieten die in hun zit. En niet dat ze per se een soort hive mind hebben die gecontroleerd wordt door een fucking darmstring die door de stad heen loopt. Ik snap waarom ze het hebben gedaan. Want ze moesten natuurlijk een manier vinden zodat Tess een heroïsch einde kon hebben. En in de game is het zo dat de soldaten uit de stad hun nog steeds zoeken. En dat ze er zijn. En dat Tess zoiets heeft van, nou, ik ben gebeten, dus ren. En dan kilt zij nog een paar van die soldaten, maar wordt ze zelf ook neergeschoten. Hier is het zo dat ze de zombies haar basically laten killen. Niet helemaal, want ze doet de heroïsche sacrifice met, oh, ik zet de boer in de fik en alles ontploft. En zo kom ik aan mijn einde en geef ik wat tijd aan Joel en Ellie in dit geval. Dus dat hebben ze een beetje getweaked. En ik denk ook dat is waar dit hele ader gebeuren voor is verzonnen. Dat ze zoiets hebben van, ja, oké, we moeten een manier hebben waarom er ineens heel veel zombies op Tess, Joel en Ellie afkomen, zodat zij haar sacrifice kan doen, omdat ze gebeten is. En ik snap wel waarom ze het hebben veranderd van soldaten naar de infected, omdat de hele episode gaat over infected. De eerste confrontatie met de infected. Tess wordt infected. Dus alles draait om dat thema. Dus dat, voor de sake of television en voor de sake van deze aflevering, snap ik dat ze die verandering hebben gemaakt. Het is ook niet per se een slechte verandering. Ik vond het alleen wel opvallend dat ze nu ineens er iets bij hebben verzonnen. En nogmaals, misschien lul ik bullshit. En misschien is het wel zo dat die aders er zijn. Maar zit dat niet prominent in mijn brein als ik denk aan The Last of Us. Het was wel tof dat Ellie refereerde naar andere infected types, waarvan ze denken dat dat maar mythes zijn. Zoals eentje die spores schiet. Of eentje waarvan het hoofd helemaal open gaat. Dat ik denk, wacht maar. Hopelijk krijgen we ze nog te zien. Waarschijnlijk wel. Later in deze serie. Maar goed, los van die verandering, die ik nogmaals niet per se heel slecht vind, is een beetje bij elkaar geraapt. Het voelde heel erg verzonnen. Dat hele hive mind-achtige idee. Het is niet iets wat ik per se, het is niet iets wat ik vind dat nodig is in een serie als deze. Maar wellicht dat ze er nog meer gebruik van gaan maken later in het seizoen. Maar dat gezegd te hebben, regie top-notch, acteerprestaties top-notch. Ik vond de Infected er heel erg goed uitzien. Dat ik ook denk, oké, dit ziet er wel echt goor en creepy uit. En de manier hoe ze bewegen. En dan hoor je die geluidjes die natuurlijk ook, die in de game zitten. Ik kan het niet eens goed nadoen, want anders gaan we het zo, anders gaan we kill en naar de klote. Maar zo vet. Heel erg van genoten. Dus een, wat mij betreft, meer dan waardig voor de naam The Last of Us. En wederom heel tof. En ze zitten echt op het tempo waarvan ik hoopte en dacht dat ze zouden zitten. Ik denk zeker nog wel dat we meer van die lore extensions gaan krijgen, wat ik alleen maar tof vind. En ik ben gewoon heel blij dat ze wederom zich heel erg trouw houden aan de game. Want qua, zeg maar, opzet en qua algemene verhaallijnen gaat het nog heel erg dezelfde kant op, wat heel tof is. Wederom ook dialogen die bijna één op één zijn overgenomen uit de game. Tof. Dus, The Last of Us, part 2, aflevering 2, is nu te zien op HBO Max. Ik vind het heel erg tof. Kan nu al niet wachten tot volgende week. Lekker bezig daar bij PlayStation Productions, bij HBO. Goed bezig. Pedro Pascal, held. Bella Ramsey, lekker bezig. Iedereen lekker bezig trouwens. Acteerwerk is geweldig. Heel erg vet. Dus, heel erg benieuwd naar volgende week. En ik ben ook heel erg benieuwd wat jij ervan vond. Wat vond jij van de tweede aflevering van The Last of Us op HBO? Laat je horen onder in de comments. En dan spreek ik jou heel snel weer. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Dag.